Afgelopen dinsdag stond de EO de vierde en tevens laatste aflevering uit van Jo Janneke in de prostitutie. De serie leidde tot veel kritiek. Zo zou Jo Janneke een wel heel eenzijdig beeld hebben geschetst en waren ook de gepresenteerde cijfers discutabel. Een korte terugblik. Denk je dat veel vrouwen daar echt met plezier staan? Nee, ik denk dat niemand daar met plezier is hoor. Niemand? Nee. Ze dwongen mij om 7 dagen per week te werken en zoveel mogelijk geld te verdienen. En ik werkte elke dag van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's nachts. Makes you sad that you are sitting here? Ja, das ist zwar Kaliber wie die Tatwaffe, aber das Jagdgewehr von Heine sah so aus. Ja, u begrijpt dat dit programma Koren op de Molen is voor de christelijke groeggemeente. Zo staat het pooierverbod plotseling opnieuw op de agenda. En hoerenlopers in Amsterdam moeten nu de politie bellen als ze vermoeden dat het meisje haar handelingen met tegenzin verricht. Want een wip voor geld, dat doe je natuurlijk niet voor je plezier. Al is niet iedereen het daarmee eens. Hier zijn 3 happy hoekers: Sophie, Kaya en Lyle. Mag ik jou ook zoenen of gaat de teller dan gelijk lopen? Kom maar hoor. Nou, ga lekker zitten. Jou geef ik gewoon even een hand. Als je dat mag. Ga lekker zitten. Welkom. Jongens, allereerst om eventjes dat duidelijk te maken. Heel bijzonder dat jullie hier zijn. Jullie zitten hier gewoon in alle openheid op de bank. Als happy hoekers. De documentaire. Wat een hoer, hè, die Jo-Janneke. Nou, wat een hoer. Jullie zijn boos? Absoluut. Ja. Want, waarom, Sophie? Omdat het wederom weer... Het hele verhaal wordt van één kant verteld. Alles is negatief en alles is vervelend. En alles is zwaar. En 20 mannen op een dag en 70% gedwongen. Ja. Maar het heeft een andere kant ook en die mag ook verteld worden. Want Lyle, herken jij je in... Want jij bent een mannelijke prostituee. Ja. Vertel even hoe dat gaat. Want ja, zo vaak kom ik die ook niet tegen. Nou ja, goed, die is van Jo-Janneke voor het gemak maar helemaal vergeten. Hè? Ze bestaan zeker wel. Ja. Dus ja, gewoon homoseksuele mannen zoeken soms ook naar een prostituee. En zodoende komen ze onder andere bij mij terecht. Maar want hoe ziet een dag van jou er dan uit? Nou, ik ben gewoon student aan de Universiteit van Amsterdam. Dus ik heb eigenlijk gewoon een heel normaal studentenleven. Oh ja. Maar daarnaast spreek ik af en toe af met mannen. Ja, en waar? Dat is meestal bij hen thuis. En kom je wel eens bij een burgemeester thuis? Dat is nog niet gebeurd. Nee. Helaas. Nee, ik kan het hier zeggen. Dat weet ik. Maar... Herken jij je in dit beeld? Van Jo-Janneke? Nee, ja. Nee, totaal niet. Zij haalt de verhalen uit. Dit zijn geen prostituees. We hebben het over een weggelopen meisje, een verslaafde aan heroïne, een alcoholist. Maar we hebben het niet over prostituees. Maar, Sophie, ik had de eer om een dagje met jou mee te lopen in jouw, toch wel ook, vind ik, bijzondere bestaan. Mm-hmm. Laten we daar even naar kijken. Gaan we doen. Ik ben Sophie. En ik ben niet zomaar een hoer. Ik ben een blije hoer. Mijn werk is heel intens, maar als jij het op een juiste manier aanpakt en als jij alles in je eigen beheer doet, dan kun je er heel, heel gelukkig van worden. Je deelt je eigen tijden in. Even tijd voor een heerlijk bakkie. Heerlijk zoveel tijd voor mezelf. La 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 la. Wat is het toch heerlijk om een hoer te zijn? Ik bepaal zelf hoeveel ik werk op een dag, met wie ik werk op een dag. Ik heb een hele grote vaste klantenkring, dus ik zie vaak dezelfde mensen weer terugkomen. Ik word er heel erg gelukkig van en ik kan me ook niet voorstellen dat ik iets anders zou doen. En dit is dan mijn werkplek. Kijk wat een heerlijk comfortabel bed. Wie kan dat nou zeggen op zijn werkplek? Ik heb toch een heerlijke baan. En thuis ben ik toch ook gewoon de schoonmaakhoer. Mag je gelijk meekomen? Dave, jij bent de vriend van Sophie.
En jouw vriendin wordt op dit moment een kamertje verder uit elkaar getrokken door een verdwaalde provinciaal. Hoe kan jij dat? Ja, het is een kwestie van een stukje gewenning. Ik heb in een paar clubs met de films die ze gemaakt heeft natuurlijk ook bij de opnames geweest. En daar zie je het ook gewoon. Ja, en op een gegeven moment sluit je je daarvoor af en dan hoor je het eigenlijk niet meer. Hoi. Fijne dag nog. Doeg. Spetter, spatter, spater. Hij kwam een druppel later. En Dave, de vriend van Sophie, die zit daar in het publiek. En nou ja, daar wou ik toch nog wel eventjes een extra applausje voor. Dave, want als je zo vrijzinnig bent... Hey, Lel, jij hebt dit gezien, dit leven van Sophie. Is het vergelijkbaar met jouw leven? Nou, ik denk dat Sophie het fulltime doet. Voor mij is het meer een bijbaantje. Dus in die zin het anders. Natuurlijk, met mannen seks hebben, ik kan niet 6 keer op een dag klaarkomen. Of 6 keer op een dag erectie hebben. Dus dat zijn wel zaken die anders zijn. Met algemeen... Hoe vaak dan wel eigenlijk? Wat zeg je? Hoe vaak? Nou, goed, 3 keer of zo. 3 keer? Ja. Nee, kijk, ik heb gewoon seks met die mannen. En ik doe het graag. En dat herken ik ook heel erg in het verhaal. Dat het maatschappelijk stigma dat rond prostitutie hangt heel erg over taboes gaat. En het is vies en het mag niet. En ik doe mijn werk eigenlijk graag. Ik ga er met zin heen. En ik zou op dit moment in mijn leven ook niks anders willen doen. Want, Kai, we kunnen wel zeggen dat jullie van je hobby je beroep hebt gemaakt. Ja, ik had ooit een keer een voetballer binnen en die zei... Ik heb tenminste van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Een voetballer? Ja, een voetballer. Wie? Nee, dat is geheim. Dat is geheim. Echt waar, ja? Geheim, hè? Het zal van Persie wel weer zijn. Nee. Die staat daar onbekend, hè? Ja. Hey, maar klopt er dan helemaal niet jouw commentaar? Nee. Kijk, je hebt natuurlijk twee kanten. Er is natuurlijk wel dwang, maar de beelden waar zij mee kwam... Ja, dat is geen dwang door een pooier. Als je naar je werk gaat om je boterham te verdienen, dat doen we allemaal. Dat kan je niet als dwang zien. Ja. Dus, luister, mensenhandel is een heel serieus probleem. En iedereen die dat aankaart, daar wil ik zeker goed erkenning voor geven. Er zit wel een kern van waarheid, zal er wel in zitten, denk ik ook. Absoluut, maar ze stelden wel heel suggestieve vragen. En op een bepaald moment heb ik zoiets van... Oh, dat vinden wij vreselijk suggestieve vragen. Ja. Daar weten jullie niks van, toch? Nou, kijk, als je 2 jaar onderzoek doet en dat is het enige wat je kan vinden... dan denk ik dat je wel een probleem hebt met je onderzoekkwaliteit. Ja. Dus, maar ik hoef me dus niet zorgen te maken, mocht ik een prostituee willen bezoeken... dat foute boel is. Ik heb ze in de periode dat ik dit doe, ben ik ze nog niet tegengekomen die dit gedwongen doen of tegen hun zin in. Het is altijd voor iedereen een hele bewuste keuze geweest. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, ben jij gewoon ZZP'er? Dat kun je zeggen, ja. En daar komt wel ook weer een hele hoop bij kijken, denk ik. Moet je belasting betalen van... Hè? Lukt dat? Doe je dat zelf? Dat lukt voor een deel, ja. Voor een deel? Jij bedoelt dat je maar voor een deel belasting betaalt? Weet je wat het is? Je loopt gewoon tegen heel erg veel problemen aan... op het moment dat dit het vak is wat je kiest. Ja. Want leg aan een ander maar eens uit dat jij dit heel bewust gekozen hebt. En je loopt tegen zoveel vooroordelen aan. En je moet zo lang met iedereen in gesprek... voordat je überhaupt iets voor elkaar krijgt. Ja. Je hebt wel een hoop aftrekposten. Een hele hoop aftrekposten. Kaya, jij werkte op het Zandpad in Utrecht? Ja. Niet meer? Nee. Want? Ja, er was een sluiting, dus ik ben gewoon gedwongen gestopt. Ja. En je moet toch eten? Ja, maar ik bedoel, ik ben op verschillende vlakken bezig met prostitutie. Kijk, ik heb jaren gewerkt, dus ik heb een spaarpotje. Verschillende vlakken? Dat moet je even uitleggen. Nou, ik ben bezig met een vergunningsaanvraag, met een belangenvereniging. En op dat, omdat jij graag je werk wil kunnen uitoefenen? Nou ja, ik vind dat onze branche gewoon te veel onrecht wordt aangedaan. En ik wil me daar gewoon voor blijven inzetten. Dat het stigma eraf gaat en dat wij gewoon op een normale manier ons werk kunnen doen... zonder dat wij lastig worden gevallen. Want het zegt wel wat, hè? Want jij kunt dus nu niet meer werken omdat dat was voorheen een legale... plek, daar konden mensen heen. Nou, was gereguleerd, kun je zeggen. Dat sluit dan en dan val jij tussen het wal en schip. En dan gaat het vaak pas echt fout, want dan ga je de illegaliteit in.
Ja, die kans, dat kan gebeuren. Tijdens de sluiting kwamen er allemaal boys op het zandpad om te kijken of ze kans maakten. Nou waren de dames op het zandpad ze zelfstandig en trapten daar niet in. Maar er wordt wel een poging gedaan. Dus je kan zo van vrijwillig door een sluiting van de gemeente in één keer in een gedwongen situatie terechtkomen. Dus het aan banden worden gelegd, de vertrutting, dat heeft wel degelijk invloed op jullie levens? Ja, zeker weten. Ons leven dat is drastisch veranderd. Zo van de ene kant ben je ZZP'er, word je als ondernemer gezien. Maar aan de andere kant maakt de staat het wel onmogelijk om je werk uit te voeren. Vanavond staan we nog even aan de bar of moet er nog gewerkt worden? Ik ben vrij. Jij bent vrij? Ik ook. Kan je ook vrij? Ik weet nooit hoe de avond loopt van tevoren. Oh, jij hoopt aan de bar nog wat? Je weet het. Ja, zakenvrouw. Zakenvrouw. Ik geef straks mijn kaartje nog. Hey. Dankjewel voor jullie moedigheid dat jullie hier waren. Echt super. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.